Ik wil heel graag voordat we gaan beginnen, Arthur Kibbelaar naar voren roepen. Um, Arthur, ik heb uh, eens gekeken. Uh, ruim 25 jaar, ervaring in de internationale diplomatiek. Voormalig directeur Buitenlandse Zaken, Curaçao. Politiek adviseur, UN Peacekeeping, um, Missie Mali. Focus op politiek, beleid, cultuur. En je draagt ook bij aan het debat over kunst, cultuur, veiligheid, ontwikkeling. Ik dacht, je bent echt. Uh, Iemand die ontzettend veel uh, talenten uh, heeft. Jij gaat een inleiding voor ons uh, verzorgen. wat ook een beetje de toon voor het debat. Uh, of dialoog voor zo meteen gaat uh, zetten. Maar misschien voordat je begint, ik ben wel benieuwd. wie heeft jou geïnspireerd. in jouw persoonlijke. maar ook in jouw uh, professionele loopbaan. Uh, voordat je misschien uh, met je inleiding uh, begint. en ook wie was je inspiratie. Om, uh, toen je de inleiding schreef? Dank je wel, Jamil, en uh, goedenavond. Um, eigenlijk drie mensen of ik moet misschien vier zeggen, mijn ouders. Als vierde ik begin eigenlijk als inspiratie voor mij vandaag is professor Ferdinand van Dam. Ik was zijn studentassistent in de jaren 80, eind jaren 80. Hij was ontwikkelingseconoom, diplomaat en had hele controversiële opvattingen over de wereld. Maar hij leerde mij één ding wat ik nooit ben vergeten. Dat ondanks alle moeilijke macro-economische vraagstukken waar we vaak um, in zitten en discussies, dat het ook gaat om intermenselijke verhoudingen. Dat een samenleving niet kan bloeien, niet kan groeien zonder intermenselijke um, ja, stabiliteit. Dat was Ferdinand van Dam voor mij. En hij was de eerste die dat zo duidelijk zo helder voor mij heeft neergezet. De tweede persoon aan wie ik moet denken vandaag, toen ik mijn inleiding schreef, is Esau Du Een Zuid-Afrikaan die in de jaren 70 en 80 in Nederland onvermoeibaar de strijd tegen de apartheid en racisme streed in Nederland. Kleine um, NGO eigenlijk, Boycott Uitspan Actie. Ik weet niet of er mensen in de zaal zijn. Die dat nog weten. Maar de strijd tegen apartheid was ook in Nederland heel belangrijk. Maar hij leerde mij dat het niet ging om apartheid daar, maar ook om racisme hier. Dat die twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De tweede grote leermeester van mij. En de derde, of de derde en vierde zijn mijn ouders, Mac en Thelma Kibbelaar. Zij zijn voor mij degene geweest natuurlijk die mij de kansen hebben gegeven. Maar zij hadden drie dingen centraal. Learning, earning en returning. Je hebt altijd terug te geven wat je hebt ontvangen. En je moet zorgen dat je blijft leren. Dat zijn eigenlijk mijn drie belangrijkste inspiratiebronnen voor vandaag, Jamil. Maar als je me dan toestaat. Um, Spijt me dat ik het een beetje moet voorlezen. Ik euh, had het uit mijn hoofd willen doen, maar dat is me niet helemaal gelukt. Maar ik wil toch nog even het, de voorzitter, geachte voorzitter van artikel 1, ook de directeur van artikel 1 en alle medewerkers bedanken voor deze eervolle uitnodiging om de inleiding te houden. Ook beste panelleden, beste community leaders die hier vast in de zaal zitten, geachte vrienden. En bekende. Het is voor mij vandaag een eer om bepaalde vragen met u te kunnen delen. Vragen die essentieel staan voor volgens mij de, de zwarte gemeenschap in Nederland. En op verzoek wil ik een openhartig verhaal delen. Dus we gaan het hebben over hoogtepunten, maar ook over dieptepunten van de zwarte geschiedenis en ervaring. En ik wil het hebben over geleerde lessen. En ervaringen die we nog niet altijd helemaal hebben geanalyseerd. Maar dat zijn mijn persoonlijke observaties, die hopelijk kunnen inspireren tot beter: tot een betere samenleving. En hoe onwerkelijk dit ook mogen zijn: een nieuwe visie op de toekomst. In de imposante autobiografie van. Barack Obama, A Promised Land, komt een beeld naar voren van een turbulente en onvoorspelbare wereld, die in mijn ogen alleen maar erger en nog onvoorspelbaarder aan het worden is. Maar zijn persoonlijke reis speelt zich af, enerzijds tegen een onwaarschijnlijk decor van hele moeilijke, diep ingesleten, raciale verhoudingen structurele uitsluiting, maar ook. De kracht van het individu om dat te overwinnen. Hij staat, zoals Baba ook zei, op de schouders van degenen die natuurlijk gevochten hebben voor de civil rights. En het bewijst dat politieke verhoudingen ook direct voelbaar zijn in onze zwarte gemeenschap en in ons persoonlijk leven. Dus de verhalen over de zoektocht naar bevrijding. En zelfverwezenlijking staan niet los van grote statelijke ontwikkelingen in de wereld, wat mijn vak is. We kunnen de historische beweging voor de civil rights, de strijd voor de decolonisatie, de afschaffing van slavernij, de afschaffing van apartheid niet loszien van de emancipatie van de zwarte gemeenschap, van zwarte leiders, maar ook van ons zwarte individuen. De vraag is dan ook hoe wij in Nederland ons verhouden tot die verhalen van de Afrikaanse diaspora. Wat kunnen wij vandaag leren van Amerikaanse verhalen over emancipatie en de strijd voor gelijkwaardigheid? Waar kruisen onze wegen, maar ook waar verschillen wij? Hoe moeten wij ons definiëren in een wereld waar persoonlijke identiteit, herkenning. En het collectief constant aan het veranderen zijn. Het is volgens mij een gemeenschappelijke opdracht om binnen een kader van het Black Achievement Month stil te staan bij de gedeelde geschiedenis van de Afrikaanse diaspora. Ja, stilstaan, maar niet zonder de verschillen te negeren. En zelfs moeten we ze opzoeken. Want als we ze niet weten, kunnen we ze ook niet vieren. Ja, we moeten beseffen dat er een hoge prijs is betaald voor onze vrijheid vandaag en de aanwezigheid in deze publieke ruimte waar wij nu staan. Dus we moeten ons elkaar steeds constant eraan blijven herinneren. We moeten de koloniale ervaringen van Brits, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees en andere Europese landen blijven onderzoeken. Op waarheidsvinding. Daar zijn we nu in Nederland volgens mij volop mee bezig. Ook in Utrecht zijn we bezig om de geschiedenis te herschrijven, inclusiever te maken. Maar het betekent ook, wat ik van mijn Afrikaanse vrienden vaak hoor, dat kolonialisme en de transatlantische slavernij niet het hele verhaal is, maar slechts een hoofdstuk van die, van die geschiedenis. En ik begrijp heel goed dat de focus op slavernij en kolonialisme vaak een verminking is van duizenden jaren Afrikaanse imposante geschiedenis. En het is ook vaak zo dat deze focus afkomstig is van een eurocentrische blik. En die zwarte, diezelfde zwarte gemeenschap die omhelst soms, die denk ik eurocentrische blik en soms verwerpt die. We zitten, zoals elke gemeenschap, vol paradoxen en ook veel met tegenstrijdigheden. In ieder geval heeft mijn ervaring in Afrika, gewoond in Oost-Afrika, Burundi en Rwanda en in West-Afrika, Mali, mijn visie op de wereld fundamenteel bepaald en veranderd. Of misschien moet ik zeggen, het heeft mijn visie herzien. Het was bevrijdend. Om de geschiedenis van een totaal ander geografisch meetpunt te zien. Want de wereld verandert als je vanuit het meer kijkt of van de Niger in Bamako. Het perspectief kantelt. En als je dwars door en achter de lens van de conflicten kijkt, de economische problemen, de schaarste. En de strijd om nationbuilding. zie je een razendsnelle demografische. en sociaal-economische verandering plaatsvinden. in het continent in Afrika. Je ziet Afrika een nieuw hoofdstuk schrijven, soms heel erg moeizaam. en traag, maar onomkeerbaar. Het heeft mij in ieder geval geleerd. om dieper naar mezelf te kijken. Na te denken over de toekomst. en waar wij echt naartoe willen. Een wereld dus waarin de aanname van de verhoudingen binnen de Global South en binnen Afrika onze inzichten aan het tarten zijn en op de proef stellen. Een Afrikaanse blik die steeds meer gericht is op Azië, nieuw zelfbewustzijn van staten die zoeken naar een nieuwe wereld met een nieuw evenwicht, maar het is pas gedeeltelijk doordrongen in het perspectief van deze zwarte gemeenschap. We zijn nog zo vaak bezig met het overleven. En we kijken naar de korte termijn. Ik pleit dus voor een focus van de zwarte gemeenschap... om na te denken over die internationale context waarin wij ons bevinden. Met wie identificeren we ons eigenlijk? Welke banden halen we nu aan? En welke identiteit definiëren we nu? Kennen jullie het boek van Johnny Pitts, Afropeen... We moeten onderzoeken wie we zijn, zodat we beter in staat zijn om te verwoorden wat onze agenda is. Welke problemen en obstakels moeten we oplossen, zodat we onze sociaal-economische positie kunnen versterken als gemeenschap? We moeten kijken naar de grote politieke zwarte leiders, zoals Albert Lutuli, Steve Biko, Kwame Nkrumah, maar ook Rosa Parks, Patrice Lubumba. Winnie Mandela, Coretta Scott King, Angela Davis. Ze hebben allemaal één ding volgens mij gemeen. Ze hebben ons gewezen op de grote maatschappelijke structuren en patronen die we moeten ontmantelen om te komen tot zelfontplooiing. Ze hebben gevochten voor emancipatie, maar altijd met een mondiale blik. Wat maken we nu mee? Ik ben opgegroeid in de jaren zeventig. Ik ben geboren op Curaçao, opgegroeid in Nederland, teruggegaan naar Curaçao en weer naar Nederland. Maar opgegroeid toch in de jaren 70 en 80 en 90 zag ik een groeiend zwart zelfbewustzijn. De eerste, hooguit tweede generatie van zwarte professionals. En het begin van een permanente zwarte gemeenschap in Nederland. Die beginjaren waren getekend door het vorm van assimilatie en integratie. Heimwee naar het land van de herkomst en geen duidelijke politieke agenda of positionering. Het vizier was vooral gericht op welzijn. De jaren negentig waren de hoogtijdagen van het multiculturele vertoog. De Birmingham School uit de VK waren de voorlopers van zwarte intellectuelen als Chris Mullard, de oprichter van de Center for Race and Ethnic Studies. Philomena Esset schreef het baanbrekende boek Alledaags Racisme. Ze waren de grondleggers voor een nieuw zwart bewustzijn. Ik herinner mij de energie en de kracht van Cosmic, de tentoonstelling Wit over Zwart, Felix de Roy, Rufus Collins, de boeken van Astrid Roemer, het toneelstuk van John, The Meeting en Alice Walker staan in mijn geheugen gegrift. En als klap op de vuurpijl kreeg Toni Morrison de Nobelprijs voor de literatuur in 1993 en Nelson Mandela werd de eerste zwarte democratisch gekozen president van een bevrijd Zuid-Afrika. We vierden de erkenning. En de vooruitgang leek onomkeerbaar. Maar toen sloeg het om. In de beginjaren van 2000 waren de tekenen van stilstand en misschien zelfs terugval zichtbaar. Het essay van Paul Scheffer, het multiculturele drama, luidde een nieuw tijdperk in. Kritiek en falen van de samenleving. De aanslag. Op de VS in 2001 zetten de dialoog en de empathie in de ijskast. We gingen een periode in van afbraak van alle instituties die zijn opgebouwd. Forum, Cosmic, Cres werden allemaal wegbezuinigd. Okan en Ninsey overleefden, maar waren lang niet altijd in staat om de rol te spelen die ze hadden moeten spelen. En de zwarte gemeenschap was verdeeld. We konden geen vuist maken tegen het tij. Het leek alsof we geen visie hadden over hoe we verder moesten en we gingen elkaar bevechten. Het is geen geheim dat bijna alle zwarte grote leiders een enorm hoge prijs hebben betaald voor de rol die ze hebben gespeeld. Velen hebben zelfs moeten betalen met de hoogste prijs. Het is een tragische keerzijde van de medaille. De grootste mondiale leiders hebben uitzonderlijke offers moeten brengen voor wie ze zijn geworden. Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Nelson Mandela, to name a few. Barack Obama lijkt tot nu toe een uitzondering. Maar het doet mij afvragen of wij niet nog steeds in een fase van bevrijding zitten. Historisch zijn wij nog lang niet gedecoloniseerd. Nou, we zijn maar één generatie verwijderd van kolonialisme en uitbuiting, en het kan bijna niet anders dat we nog in het reinen moeten komen met onze geschiedenis aan beide zijden van het spectrum, in Afrika en in de diaspora. Niet alleen van een postkoloniale wereld, maar ook van postkoloniale trauma's. We hebben het over eeuwen van strijd tegen onderdrukking en voor gelijkheid. Het betekent minimaal in mijn ogen een eeuw van doorwerking en verwerking. De moeizaam verlopen decade of the people of African descent loopt in 2023 af. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog vele decennia nodig hebben om het echte tijd te keren. Ik zie de 21ste eeuw als het gevecht voor gelijkwaardigheid. Let wel. Gelijkwaardigheid is een doos van Pandora. Het geldt ook voor naties die het juk van het kolonialisme hebben afgeworpen, maar nog niet de interne verhoudingen hebben gerehabiliteerd. Klasse, kasten, gender, LHBTI, leeftijd, etniciteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Intersectional als kader, mantra en spiegel van onszelf. Wat betekent zwart leiderschap? Verantwoordelijkheid nemen over jezelf, eigenaarschap tonen, ownership over je positie in de samenleving. We zijn vastgelopen in het zoeken naar definities. Maar we moeten zien hoe we het beleven. We moeten de spiegel onszelf gaan voorhouden. Het moet kloppen met wie we zijn. We moeten elkaar erop gaan bevragen. Verschilt het van regulier leiderschap, vrouwelijk leiderschap? Als ik kijk naar zwart leiderschap, wil ik zien wie je bent, wat je, wa wil je, wat je waarden zijn en consequenties neemt voor hoe we eruit zien. De Afro-actualiteit. Black Lives Matter heeft ook gevolgen voor Nederland. Het maakt het uit of je hier geboren bent of niet. Maakt het Europa werkelijk uit of we uit Afrika komen of uit de Cariben? Ook gewortelde allochtonen, zoals nu blijkt uit onderzoek, hebben last van discriminatie. Kleur en gender hebben consequenties. Maar wij leven in een zwarte gemeenschap die in de illusie gelooft dat dingen vanzelf beter gaan. We moeten onszelf ontwikkelen, we moeten de juiste verhalen vertellen en we moeten trainen om het leiderschap te in te nemen dat we nodig hebben. We dachten zo lang dat we een voorsprong hadden op andere niet vertegenwoordigde groepen. Maar ik zie een achteruitgang van de zwarte gemeenschap. We moeten ons herpakken om onze plek te kunnen innemen. De sociaal-economische positie van de Afrikaanse diaspora, Antonianen, Surinamers, de Afrikaanse gemeenschap, doen het minder goed in vergelijking met de andere niet goed vertegenwoordigde groepen. De instituties hebben bezuinigd op de Afrikaanse diaspora. Maar we zetten geen lobby op en we maken zelfs ruzie over de financiering. We staan dus op achterstand door de afbraak van instituties. Maar wat hebben we zelf gedaan? Wat is onze agenda voor de toekomst? Wat is onze zwarte toekomst? Op basis van de onderzoeksresultaten moeten we dringend uitpraten. We moeten visionair leiderschap tonen en we moeten af van het dominante witte narratief. We moeten niet bang zijn om te kijken wie en wat het beste is voor onszelf. Ownership. Over wie we zijn en wat we zijn. Confidence building noemen we dat in de diplomatie. Want zoals de African Americans zeggen, skinfolk are not necessarily your kinfolk. Onlangs zag ik een documentaire van Marlon Riggs over de jaren 70-80 in de Verenigde Staten. Tongues Untied. And black is, black ain't. Het werpt een fel licht op de interne strijd binnen de zwarte gemeenschap voor de bevrijding. De burgerrechten van de zwarte gemeenschap tegen de achtergrond van de uitsluiting van zwarte vrouwen en LHBTI-activisten. Tot de dag op vandaag. Zowel de kleurpaars en precious stellen deze intersectionaliteit centraal. Ja, het gaat gepaard met spanning. Want de onderdrukking van Celie. En Precious zijn een aanklacht tegen het patriarchaat van zwarte mannen, die we niet mogen romantiseren of nog erger verdedigen. Het zijn Angela Davis, Bell Hooks en iconen als James Baldwin, Bernard Russell die de voorlopers zijn van de Black Lives Matters beweging. Een beweging opgericht door LHBTI-vrouwen van kleur en die een inspiratie zijn voor een nieuw zwart leiderschap. Een inspirerend leiderschap dat wij nodig hebben op alle niveaus. Internationaal, de herbezinning op een postkoloniale wereld, decolonisatie van onze mindset en onze visie. Nationaal, aandacht voor mensenrechten en burgerrechten. Het is een onvoltooid verhaal. En individueel, de aandacht voor intersectionele en intermenselijke emancipatie. Gender, LHBTI en mensen met een beperking. Mijn zorg en mijn oproep is dat de Black community en de Afrikaanse diaspora dit erkennen en hiermee aan de slag gaan. Black community intelligence. Ik kom aan het einde van mijn verhaal. Het creëren van veilige plekken, safe spaces, zoals de Black Achievement Month vandaag. We need national courageous conversations on race and the future of the Black community. We hebben Instituties nodig. Building our institution. Het Slavernijmuseum, Kennisinstituut en Cultuur we moeten terugkomen. En we moeten aan collectieve therapie doen. Hoe bevrijden we ons van mental trauma's voor een gezonde veerkracht? Ten slotte, hoe nu verder? Hoe staat het met onze agenda? Hebben we een gemeenschappelijke agenda die we niet overlaten aan Den Haag of de lokale politiek? Hoe ontwikkelen we een visie op onze eigen gemeenschap en in samenspraak met de ander? Deze vraag moeten we bewust gaan ontwikkelen om de ervaringen van het verleden te verwerken en te voorkomen dat we vervallen in reflexen waardoor we onze eigen vijand worden. Mijn hoop is gericht op een nieuw, zwart, inclusief bewustzijn. From black consciousness to black compassion. Nieuwe verhalen die een gedeeld verleden en tot slot nieuwe inzichten kunnen creëren hoe onze emancipatie onlosmakelijk verbonden is met elkaar. Een Sudanese vriend vroeg mij lang geleden: What did the old people tell you in Curaçao? Ik stel jullie dezelfde vraag: Wat hebben we geleerd? Wat geven we de volgende generatie mee? Ik wil eindigen met het gedicht van Alice Walker, dat volgens mij alles neerzet waar we het vandaag over hebben. Each one, pull one. We must say it all and as clearly as we can. For even before we are dead, were we black? Were we women? Were we gay? Were we the wrong shade of black? Were we yellow? Did we. God forbid, love the wrong person, country, or politics. But most of all, did we write exactly what we saw, as clearly as we could? Were we unsophisticated enough to cry and scream? In short, we who write, paint, sculpt, dance, or sing share the intelligence and thus the fate of all people in this land. We are not different from them. Neither above nor below, outside nor inside. We are the same, and we do not worship them. But lately you have begun to help them bury us. You who said King was just a womanizer, Malcolm just a thug, Hansberry a traitor, I look into your eyes. You are throwing in the dirt. You standing in the grave with me, stop it. Each one must pull one. Look, I, temporarily on the rim of the grave, has grasped my mother's hand, my father's leg. There is the hand of Robeson, Langston's thigh, Zora's arm, and your grandfather's lifted chin, and the lynched woman's elbow, what you have tried to forget of your grandmother's frown, each one pull one back into the sun, because we who have stood over so many graves know that no matter what they do, all of us must live or none. Thank you. Thank you, thank you. Ik heb ik heb eigenlijk de neiging om het uh, geheel om te gooien en dat we een soort van college tour uh, gaan uh, doen. Uh.